De afgelopen weken heb je gewerkt aan diverse letters in After Effects. heb je mooie animaties van gemaakt. En uh, natuurlijk ervoor gezorgd dat er een mooie intro vaststaat. En een mooie outro ook netjes vaststaat met deze, met deze markers. En uiteindelijk moet je het gaan opleveren aan iemand die het allemaal bij elkaar gaat zetten in één groot After bestand. En die iemand, dat ben ik. Uh, dus ik ben eigenlijk afhankelijk van jou of jij wel netjes op de juiste manier uh, te werk bent gegaan. Uh, en daarvoor uh, moet je de volgende stappen eventjes gaan doornemen. Uh, in dit geval heet mijn uh, bestandje kap A. Uh, uiteraard wil ik dat jij hem uh, gaat opslaan met je eigen naam erin. Dus ik kies even voor Save As. En vervolgens uh, geef ik hem uh, de naam van mijn klas, de V1A, mijn eigen naam en vervolgens ook de letters die ik heb gebruikt in dat bestand. Misschien heb je er eentje in zitten en heb je allemaal losse bestandjes. Ja, dan voeg je er gewoon eentje in doe deze, en doe je deze stap een aantal keer achter elkaar. Um, en zit alles in één bestand. Ja, vernoem dan alles wat daarin zit. En dat is een beetje duidelijk voor mij. Ik kies voor save en dat is in ieder geval opgeslagen. Um, nu wil ik graag gaan kijken naar um, de volgende stap: en dat is dependencies en dan remove unused footage. Gedurende de opdracht heb je waarschijnlijk je Illustrator bestanden binnengehaald en omgezet naar shapes. En uiteindelijk je Illustrator bestanden uit de lagen verwijderd. Dat zou zomaar kunnen. Dan is die nu inmiddels unused. Dus als we geen gebruikte footage hebben, dan kan je die net zo goed het beste gaan verwijderen. In mijn geval 11 stuks zelfs. Waardoor het bestand een stuk kleiner wordt. En de kans op foutjes ook ineens gaat verminderd worden. Dus dat is nu eigenlijk allemaal prima. Vervolgens gaan we weer naar File, Dependencies. En dan is de volgende stap het collecten van de bestanden. Collect Files zorgt ervoor dat. Oh, eerst nog even save. save um, dat hij alle bestanden. Dus ja, kies niet hier iets anders uit dan al. Um, alles uit jouw project gaat samenvoegen in één map. Dus die zet alles wat je misschien in je downloads folder hebt staan. Op je USB-drive, op je desktop. Waar je documenten, waar dan ook. Um, dat die alles netjes bij elkaar gaat zetten. Dan zou je nog bij de comments kunnen aangeven um, of er misschien nog dingen zijn waar ik op moet gaan letten binnen jouw bestand. Um, misschien een reminder of wat dan ook. Um, dat kan je daarin kwijt. En dan uiteindelijk collect. En dan geef je een mooie locatie aan. Um, die naam vind ik prima. Er staat nog folder achterop, dus hij maakt een mapje aan waar alles in staat. Save. En daar hebben we hem staan. Dus op mijn desktop heb ik nu het mapje V1A Matthijs Klaasner klap folder. En daarin zit alles netjes wat er gebruikt is. Dus ook je assets. Um, de mapje staat in met alle illusorite bestanden die tot nog nodig zijn. Um, dus dat is hetgene wat ik uiteindelijk graag van je wil hebben in jouw assignment. Nou, een mapje inleveren in een assignment is wat lastig. Dus de laatste stap die erbij volgt is een muisknop op het mapje. En vervolgens kies je voor compress. Dan maakt je er een punt-zipbestand van. En dat zipbestand, die kan je keurig netjes inleveren in de assignment. Um, kunnen we uiteraard gaan gebruiken voor nakijken. En ik kan dan alle letters eruit filteren om daar één groot bestand van te maken. Zodat je uiteindelijk in de volgende les van ons weer een zipbestandje terugkrijgt met alle letters om daar weer op verder te gaan. Um, dus ja, echt een belangrijke stap, echt een must. Uh, sowieso ook voor je cijfer, anders wordt het lastig om na te kijken. Um, Uiteindelijk, dus uh, maak gebruik van de dependencies. Uh, haal al het ongebruikte materiaal weg. Kies voor collect files. Zorg ervoor dat je hierbovenin alles kiest. Uh, en uiteindelijk maak je er een zip-bestandje van. En dat zip-bestandje drop je in de assignment op Teams. Heel veel succes en heb je er vragen over? Val ons lekker lastig in de les. Tot de volgende!